Nee! Yes, welkom bij Fit de Zomer Door met Thean. Gozer, wat gaan we doen? Nou ja, wat gaan we doen? Ik heb basketbal in mijn handen, weet het eigenlijk al, maar vertel. We gaan 1 tegen 1 basketballen. Jij mag kiezen tot de 11 of 21. Maar je bedoelt gewoon daar tegen, zo 1 tegen 1. Hier. Wat, hier zo? 1 basket, ja. 1 basket? Ja, dus als jij bijvoorbeeld gooit of jij mist, moet je steeds weer terug. En dan mag je weer, dan pas mag je weer scoren. Hoe bedoel je, ik moet terug? Dus jij gooit nu en ik pak die bal. Ja? Mag ik niet gelijk scoren, moet ik helemaal terug met deze lijn staan en dan mag ik weer scoren. Maar is het dan dribbelen tegen elkaar of? Ja, je mag dribbelen, alles gewoon. Oké. En dan is het een beetje blokken en... Ja. Oké. En hoe vaak moet ik scoren om te winnen? Dat mag jij kiezen, of 11 of 21. Ah, laten we eerst 11 doen. 11. Beetje, doe ik nog rustig aan met jou toch? Ik verlies nooit. Je verliest nooit? Matthijs, maar je hebt ook nog nooit tegen mij gespeeld. Blok is gelijk scoren. Huh? Blok is gelijk. Kut! Wacht dit. Dat mag toch of niet? Ja. Wegwezen hoor. Volgende. Wegwezen. Maar ik wist niet dat het komt toch? Ik wist niet dat het komt met basketbal. 1-0 van mij. Als je, buiten, als je vanaf die lijst scoort, is het zo'n 2 punten. Als ik nu zou scoren? Vanaf hier, ja. Ik moet jou niet uitdagen. Zwaar, man. Ik zeg je toch, intensief. Hier hou je conditie bij. Maar let op. Ga je laten zien wat Michael Jordan doet. Deze heb ik van hem geleerd. Oké. Ben je klaar? Ja. En rooien. Hij doet er altijd zo, maar hij scoort. Ik denk dat ik hem pak. Denk het. Twee nog. Hij is 15 centimeter groot, joh. Mag hij winnen? Winnende doeken. Oké, tot de 5 dan. Ja? Tot de 5. Hoeveel staat? 2 nog voor mij. Tot hoeveel wil je? Jij mag nu kiezen. Tot de 5. Ja, dat vind ik al.
Open met rood. En dat is erg. Ga je dit nog met je pink? Ja, hè? Hey. Oh. Zie je dat ik niet speel? Probeer maar wat ook. Afgelopen. Nee. Oh. Hij doet het zo stoer, hè? Maar hij heeft al gewoon 4 dagen geoefend. Nee. Hij doet zo afgelopen naar huis. Eén keer gespeeld, dat is bewijs. Nee. Jij hebt meer gespeeld. Dat is één keer. Jij hebt meer gespeeld. Vraag hem. We hebben 1 keer hier gespeeld, toch? Ja. Dit is ook nieuw voor mij. Eén dag. Je hebt 1 punt. Ja. Oh. Bijna gelijk, man. Wacht. Komt ook doen. Voor mij is dat hoog, hè? Je kan dat. Hè? Je kan dat, toch? Snel, hè? Spring hoger. 4-0. Nog 1 zo ben ik klaar. Dit is echt moeilijk, man. Zie je? Kozak, hoef geen sprintwerk met mij te doen nu, hoor. Ik ben er nog. Nou, ik zeg je eerlijk. Toen ik Les Dance keek, dacht ik echt, het is echt makkelijk, hè? Ik dacht het ook, hè? Toen ik die NBA speelde, dacht ik, oh, je gooit er gewoon wat erin. Ja. Ik dacht, het is makkelijker dan voetbal, omdat het met je handen is, dan. Ja. Maar ik heb ook geen gevoel waar dat ding is. Hij komt niet meer dichtbij, hij is moe. Dat betekent dat ik het gewoon niet moet afmaken, want je wil het niet meer, toch? Kom. Nooit, nooit meer. Ik kan niet meer, jongens. Soms echt erbij komen. Ja, ik zie het. Ja, op, vriend, joh. Nu wel. Opgemaakt. Volgende, Kenny. Kom maar. Kom hier door.
Ik had wat last. Vallen we gewoon. Nee, ik doe die dunk. Ik denk één keer en kijk wat er gebeurt. Boys, dit was Fit de Zomer Door met Kay. Bedankt jongen. Jij bedankt. Ik ben weer fit. Ja, zeker. Zeker. Volgend seizoen, hoeveel golla's? Ik heb gezegd 8 toch? Dat is karig. Maar ik weet niet waar ik sta, hè? Dat is karig. Maar ik weet niet waar ik sta toch? Wees ambitieus. Rechts buiten sowieso 8. Minimaal. En maximaal? Maximaal. Die supporters zeiden altijd 10 als ik rechts buiten sta. Dus ik denk 10. Als je zo doortraint, kun je dat halen, jongen. Thanks, bro. Jij ook. Adios.